9 maanden heel intensief onderhandeld over het klimaatakkoord. En eigenlijk sinds de zomer zien we dat we veel te weinig voortgang hebben geboekt. We moeten nu echt moeilijke keuzes durven te maken, zoals over beprijzing of juist om lage inkomens te ontzien. En die keuzes kunnen we gewoon niet langer uit de weg gaan. Onze premier Rutte is gisteren bij de klimaattop in Polen geweest en heeft daar de wereld opgeroepen om meer te doen om CO2-vervuiling tegen te gaan. En in Nederland heeft hij ook een regeerakkoord gesloten en geeft hij leiding aan een regering die ook best wel een goed doel heeft om CO2-vervuiling te verminderen. Maar nu moet hij ook aan de slag, want hij heeft zijn huis ook niet op orde. Aan de mobiliteitstafel liggen nog een aantal punten waar we de komende weken heel hard op in moeten gaan zetten. En de belangrijkste voor ons is de inzet van biobrandstoffen. Daar maken we ons erg veel zorgen over. En we vinden dat die echt aan hoge duurzaamheidseisen moeten gaan voldoen. En aan de landbouwtafel zien we aan de ene kant een enorme kans om nu echt te gaan inzetten op kringlooplandbouw. Maar daar blijkt aan tafel nog onvoldoende over op papier te komen. En daar gaan we dus de komende weken ook nog heel hard aan trekken. In de komende weken kunnen we afspraken maken die ervoor moeten zorgen dat er een ambitieus en eerlijk klimaatakkoord ligt. Dat betekent een afspraak over de vervuiler moet gaan betalen. En een afspraak over het coördineren door gemeentes van het hernieuwbaar en duurzaam maken van alle huizen in Nederland. Het is 2 voor 12 en we moeten nu echt volop inzetten voor een goed klimaatakkoord waar we voor de lange termijn mee verder kunnen.